Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag natuurlijk weer in Vrijzijdspark Freudenthal. En ik heb best wel eventjes wat leuk nieuws. Ik kan niet te veel verklappen, maar ik ga wat hints geven aan jullie. Als Hessel en ik naar de pretparken gaan, vooral de Duitse pretparken, dan zien we soms hele bijzondere attracties. Hele gekke attracties, ook wel uniek en kleurrijk. En nou ja goed, in dit geval gaan we hier iets maken. We gaan hier iets inbouwen. Wat dat wordt? Zip. Oh, je hebt natuurlijk de titel gelezen van de video. Oké, laten we zeggen, geniet van de podcast en kijk lekker mee. Ja, dit is de Planet Podcast. Yes. De kerst die gaat beginnen. Ja. Dus maak je borst maar nat. Ja, gebruik daarvoor een sponsje of duik maar in je bad. Ja, Gerard, dat was een spreekwoord. Doe jij nog iets met kerst? Ja, ik ga weer lekker eten. Ach. Hetzelfde als de rest. Nou ja, dat klinkt toch best wel aardig. Ja. Lekker eten is best fijn. Lekker kalkoen met stoofpeertjes. Misschien wel sappig konijn. We wensen iedereen alvast fijne mooie dagen. Want alleen dan hoor je Vincent en vooral Vincent niet meer klagen. Ja, wat is dit nou weer? Ik klaag nooit. Nou, ik doe nee, nooit klagen. Jij doet heel veel klagen. Nee, dat doe ik helemaal niet. Nee, ik klaag nooit. Dat mag allemaal niet. Je mag altijd grapjes doen. Jongen. Dan komt het. Ja, dit is de Planet Podcast. Ja, daar zijn we weer. En laten we even met de deur in huis vallen, want ik heb toch wel een mededeling. Ik heb er een tijdje over nagedacht. En ik denk niet meer dat wij in de toekomst zo'n groot park gaan realiseren. Als ik zie dat ik hier al 2 jaar mee bezig ben, dan ben ik bang dat er misschien wel een Planet Coaster 2 is verschenen. En dat ik dan misschien wel het project moet afraffelen of misschien wel moet annuleren of misschien wel niet compleet moet aanleveren aan jullie. Of nou ja, aanleveren klinkt zo zakelijk. Ik bedoel gewoon het laten tonen aan jullie natuurlijk, dat jullie de map kunnen spelen. Dus ik wil eigenlijk als deze map klaar is, hè, wanneer die klaar is, wil ik een kleinere map gaan maken. Dat was ook het idee van deze map. Is toch weer uitgeblinkt tot een groter project. Maar ik wil eigenlijk gewoon een soort van 1-achtbaan maken, met bijvoorbeeld een flatride erbij. En dan compleet aangekleed als een klein themagebied met 2 attracties, wat winkeltjes. En dan gewoon heel knus en heel gezellig. En dan welk thema dat is, weet ik niet. Maar we gaan niet meer in dit spel, dit is het laatste park, gaan we zo'n groot park realiseren. We gaan niet meer zo'n groot park bouwen. Dus geniet er nog maar van, want we zijn nog wel even bezig met de bouw. Maar als dit klaar is, en ik ben ook wel eigenlijk een beetje, nou niet gelijk klaar met het park, maar ik heb dit park al zoveel opgestart, al 2 jaar lang. En het is nog steeds niet klaar. Ja, dat bedoel ik, Gerard. Dat bedoel ik. Het is nog steeds niet afgebouwd. Dus vandaar ook de reden dat ik niet meer zo'n groot park ga starten. Maar niet getreurd. Wees niet getreurd dat er geen Planet Coaster series meer komen. Als dit af is, dan gaan we natuurlijk door met een wat kleiner project. En als dat af is, gaan we weer door met een ander project. Dus in principe blijven we gewoon lekker bouwen. Want dit is wel gewoon een vaste serie op het kanaal. Maar op een gegeven moment dan houdt het wel een beetje op. Gaan we niet meer zo'n groot park bouwen. Want ik ben zelf ook een beetje verbaasd en geschrokken over hoe lang dit allemaal duurt. En ondanks dat ik 1 keer per week lekker bouw aan de map, voor toch wel 2 uur, soms ook 6 uur, hè, als we een livestream hebben, dan merk ik toch wel, het is veel tijd. Het kost veel tijd. Het is extreem veel tijd. Maar dan krijg je wel het beste resultaat. En ik kan niet wachten om dit aan jullie te laten tonen, te presenteren. En dan vooral ook kleine opdrachtjes verstoppen in de map. Dus zoek naar Easter eggs, zoek naar wat anders. En dat je eigenlijk op een soort ontdekking gaat in de map. En dat wil ik vooral ook doen bij die kleine map. Als ik hierna verder ga bouwen met een nieuw project, dan wil ik daar ook een aantal opdrachtjes in gaan maken voor de kijker, voor de bezoeker. Dat lijkt me heel tof. Ja, er zijn ook weer wat reacties gekomen. Die gaan we weer bespreken natuurlijk. Ja, ik heb er zin in. Want Robin18, die ook altijd heel enthousiast reageert, staat bovenaan en zegt: hallo Vincent, een leuke video. Ik heb wel een idee voor een achtbaan. Een kerstlauwer Eurofighter met een verticale lift. Die kan je heel compact maken en is zeker een goede trailride. Dat klopt, Robin. Goed idee. Maar er zijn nog veel meer ideeën. Want Rune Heese, die zegt: ik zou persoonlijk gaan voor een hangende achtbaan. Deze gaan vaak iets hoger
En je ziet ze ook boven de gebouwen. Een gelanceerde zou leuk zijn als het indoor zou zijn. Vincent, ja? Luister. Luister is even goed. Ja, ik weet wat je wil zeggen nu. Jij bouwt een hangende achtbaan. En je bouwt een gelanceerde indoor achtbaan. Oh, ja. Oh, en ik weet ook de plek. Ja, jij weet het ook, Gerard. Oh. Gaan we dit doen? Oh. Ja. Oké. Confirmed. We gaan 1 achtbaan verklappen. Ik spontaan idee nu gewoon. Heerlijk. Oh, ik hou wel van spontane ideeën. Bij het speelgoedgebied gaan wij gewoon een hele leuke speelse achtbaan maken met vrolijke kleuren. Ja, ik moet het gewoon doen. Ik kan die hal niet gewoon leeg houden. Ik denk dat we daar iets heel moois in kunnen bouwen. Oké. Een indoor gelanceerde achtbaan voor de familie. En dan een hele stoere andere achtbaan. Maar welke dat wordt, ik blijf nog even wachten door de comments te lezen. Juist, dat is een hele goeie. En de volgende komt van M. Ja, inderdaad. Ja, gewoon M. Gewoon de hmm. Hey Vincent, is het niet een leuk idee om een soort rodelbaan van de berg af te laten gaan voor een extra attractie op de berg? Verder vind ik het dat je geweldige video's maakt. Nou ja, M, dat kan op zich wel. We kunnen met bijvoorbeeld de bobsled coaster, kunnen wij een soort van rodelbaan maken. Nou ja, je kan het beter met custom objecten doen. Hè, zo'n custom buis, hè, als een soort glijbaan. Maar ik weet niet of ik dat ga doen, want ik vind het misschien een beetje... Nee, ik weet niet. Ik voelde niks bij een rodelbaan. Op zich heel leuk, een extra attractie vanaf de berg. Maar ik denk dat de kabelbaan genoeg is. En als wij al 2 achtbanen willen bouwen erbij, dan wil ik niet een 3e achtbaan. Thijs van Zanten zegt weer een super toffe video, zoals gewend. Dankjewel. En LoopingsXXL zegt, wat een leuke video. Ik had nog een idee voor een achtbaan. Misschien een soort loungecoaster die wordt afgeschoten in de berg. En dan een beetje zoals Rita in Alton Towers, maar dan met meer hoogte. Nou, de Rita is natuurlijk een go-go. De achtbaan uit Alton Towers, echt geweldig. Mooie rit ook. Dezelfde layout staat natuurlijk, of dezelfde achtbaan ook, in Heidepark, de Desert Race. Precies dezelfde. Maar ik vind het wel een heel leuk idee. Een gelanceerde achtbaan die dan zo lekker hard gaat. Meer hoogte is altijd goed. Dan krijg je wel weer een hele grote achtbaan. En daarvoor hebben we de plek niet. Denk ik hoor. Ondanks dat Rita natuurlijk heel compact is en heel klein, denk ik dat het ook wel heel vet is om een wat grotere achtbaan te bouwen. Dus in die hal, zeg maar, wordt het echt wel heel mooi. Een hele leuke familieachtbaan en dan zoveel mogelijk aangekleed. Maar het zou nog mooier zijn, en ik hoop dat dat lukt, dat het natuurlijk gewoon helemaal donker is binnenin. En we kunnen uiteraard ook het licht instellen dat het donker is wanneer de rit vertrekt. En wanneer je als karretje vertrekt. Maar het is ook heel vet als we gewoon een hele leuke aangeklede thematisering daar plaatsen rondom de track, rondom de achtbaan. Ik voel me trouwens soms net een dokter, Gerard. Een dokter? Ja. Wat bedoel je dan precies met dokter? Dat ga ik uitleggen, want het is natuurlijk een beetje vreemd. Ik zie wel eens, hè, niet heel vaak, maar ik zie wel eens een reactie voorbij komen. Vincent, ik ben ziek. En als ik jou voel, dan voel ik me weer een stuk beter. Nou, dat is hartstikke tof, want ja, zo'n video kan ook hele positieve energie geven aan jezelf, hè. Door te kijken van, hey, het is vermaak, het is leuk om te zien hoe dat park opbouwt. Leuk om even je stem te horen misschien, of te zien ook, je gezicht te zien. En dan kan dat heel erg positieve energie geven, dat kan. Waardoor je je wel een beetje beter voelt. Dat klinkt misschien heel stom, maar dat zou kunnen. En af en toe krijg ik wel eens in de reacties, onder de video, maar niet alleen voor deze serie, maar ook voor andere afleveringen of welke game dan ook. Zie ik wel eens, ik ben ziek, Vincent. Maar ik voel me door jou wel een stukje beter. Nou, dat klinkt dan, dat is hartstikke leuk. Dat is heel goed om te horen. En het is ook een soort afleiding, hè. Dat je even niet denkt aan het ziek zijn. Ja, en anders heeft Anthony Starkman een heel goed idee. Oh, ik zie het. Hij zegt namelijk, is het nog niet te vroeg om lekker warme chocolademelk te drinken? En ondertussen de video te kijken? Ik heb jullie mening nodig. En ook die van jou, Vincent. Nee, het is zeker nooit te vroeg. Zodra de herfst begint, kan je al lekker chocomelk drinken. En je hebt ook van die ballen, van die pure of melk of witte chocola. En die doe je dan, doe je, zeg maar, melk moet je opwarmen. En dan doe je die chocoladebal, doe je in die melk. En dan ga je mengen en dan heb je echt heerlijke chocomel. Met ook spekjes. Van die spekjes, er zitten van die kleine marshmallowtjes in. En die komen dan naar boven drijven. En dat is echt heel lekker. Dan heb je gewoon een warme chocomelk met van die kleine mini marshmallows. Oh, ik krijg gelijk trek.
Johan Nieuwenhuizen zegt... Vincent, grote ramp, grote ramp. Ja, bij het Madhouse. Hij bedoelt eigenlijk gewoon die soort van kinderspeeltuin, weet je wel. Wat ik heb gebouwd, dat grote gebouw. Daar heb je het gat dichtgemaakt. Maar daar zat een wc in. Groetjes van Johan. Nou, Johan, dat heb ik bewust gedaan. Zodat je niet ziet dat er een wc is. Zo kan je namelijk een beetje truken dat als er mensen naar binnen lopen... dat je toch het idee hebt van, waar gaan ze naartoe? Nou ja, ze gaan naar de wc, maar dat zie je dan niet. Dus ik heb er gewoon een soort van zwarte muur voor gedaan. Maar er komt dus ook een ingang voor een achtbaan. Dat is nu besloten tijdens deze podcast. En ik heb heel veel zin om daar in deze aflevering aan te werken. Dus dat ga je ook waarschijnlijk zien dat we dat doen. Dus hartstikke mooi. Oh, Joras Volman heeft ook weer een schitterend idee. Hij zegt, is het niet een goed en leuk idee om van het spookhuis een soort gebied te maken? En dan die stoere achtbaan die je wou bouwen, dat je die laat baseren op de Smiler of misschien wel je Haunted Mansion project. Maar dan inderdaad in een eng thema. Dat klinkt wel echt heel leuk. Dat klinkt oprecht gewoon als een schitterend idee. Want dat gebied mag wel een beetje eng zijn. Ook, het is ook een groot gebied, dus waarom nemen we die achtbaan niet mee? En misschien wel, en dat klinkt misschien weer overdreven... misschien dat we de achtbaan voor een gedeelte over de wachtrij laten gaan. Nou ja, niet de oorspronkelijke wachtrij van het spookhuis... maar de soort van looproute naar de ingang van het spookhuis. Dat we de achtbaan daar overheen laten gaan. Dat is een idee. En dan lijkt het me heel gaaf om dan niet een hangende achtbaan te bouwen... maar wat anders. Maar een hangende achtbaan is nog steeds wel een van mijn voorkeuren. Dus daar moet ik nog even een soort van idee voor verzinnen. Welk type achtbaan we daarvoor gaan gebruiken. We hebben in ieder geval de gelanceerde achtbaan een plek gegeven. Dus we hoeven niet echt meer een gelanceerde achtbaan te bouwen. Maar er moet nog wel een achtbaan komen met inversies. Er moet iets stoers komen. En dat komt dus in dat enge gebied. En ik ben daar helemaal mee eens dat we dat gebied zo moeten aanpakken. Gerard, ja, jongen, ja. Het is bijna kerst. Ja, nou ja, zeker. Ik ga lekker kalkoen eten en ik ga lekker kippie en konijn en alles wat je maar kan bedenken, dat ga ik lekker eten. Ah, oké. En wacht even, Gerard. Is dit nu weer een soort van aanleiding naar je nieuwe liedje? Nou... Ja, mensen willen het liedje nog een keer horen. Wat? Ja, oké, er komt een ander liedje speciaal voor jullie. Wacht even, Vincent. Ja? Mag ik nou gewoon de toestemming om een liedje te laten afspelen? Ja, dat mag jij. Je mag hem zelfs ook nog aankondigen als je wil. Want het is best wel een leuk liedje, toch? Ja, dat is... En ik doe er ook in mee. Ja, dat ook. Oké, jongens en meisjes, dames en heren. Met gepaste trots mag ik u presenteren. Ongelooflijk. Gerard, er moet een beetje tempo. Een beetje tempo. Ja. Hier dan een speciaal liedje... Vrolijk kerstfeest! Vrolijk kerstfeest iedereen! Gerard, wat is dit nou weer? Ja, weer een nieuw kerstliedje natuurlijk. Als de kerstman weer gaat komen... Waarheen dan? En de sneeuw valt op de grond. Ja, dat doet het meestal. Dan weten wij één ding zeker. Het is al bijna kerstavond. Ja, logisch. Dus we moeten gaan voorbereiden. Wat dan? Malse biefstuk op de grill. Oh. Want het eten glijdt naar binnen. Nou. Ja, dat is wat ik wil. Ja, ik kan de hele dag gaan eten. Ja, dat weet ik. Kalkoen of kippendij. Oh, lekker, ja. De pompoensoep en wat pasta. En lasagne hoort er ook bij. Wat dacht je van een vegan cheesecake toetjes? Of lactosevrije ijs? Eppa. Watermeloen carpaccio. Rozijnenbrood met dat ijs. Ja. Ben je nou een heel receptenboek aan het voorlezen? Nee. Of is dit nou een liedje? Het is een liedje. Maar ja, het gaat over eten. Wanneer gaat het niet over eten? Lekker. Lekker liedje. Ja, dat was zeker een lekker liedje. Nou, lieve mensen, allemaal alvast een fijne kerst. En ik ga jullie snel weer zien met een nieuwe aflevering. Dank Gerard. En alvast ook jij een fijne kerst natuurlijk. Jij ook een hele fijne kerst. En ook, ik ga weer een paar mopjes schrijven, denk ik, deze kerst.
Kunnen we nog even één mopje doen? Goed, om het even lekker af te sluiten. Prima, prima, doe dat. Een mopje. Ja, wel een beetje kerstmopje natuurlijk. Oké. Waar gaan elfen naartoe, ja, zodat ze hun stem kunnen uitbrengen? Een stem, als in een stem. Als in een stem op politieke voorkeur of wat dan ook. Gewoon algemeen een stem uitbrengen. Waarom doen ze dat? Naar het stembiljet? Ik weet niet. Ze gaan naar de noordelijke pool. Een pool, als in de pool is... Gerard, ik snap hem. Heb je iets beters? Hoe komt het dat de kerstman nooit vooruit gaat? Hoe komt het dat hij vooruit gaat? Weet ik niet. Hij zegt altijd ho, ho, ho. Ja, dan kan die beesten, die gaan er niet vooruit natuurlijk. Nee, dat snap ik, Gerard. Stel je voor dat hij iemand heet. Ja, oké. Nou, lieve mensen. Ja, prima. Dit was de aflevering. Tot volgende keer bij een nieuwe podcast. En dan komt het helemaal goed. Gerard, wij weten het. Ja, maar ik heb nog veel meer moppen. Heel mijn boek staat vol. Zou ik er nog even tellen? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft allemaal niet. Ja, tot zover de aflevering. Tot zover de achtbaan. Express nog geen onrijd laten zien natuurlijk. Dat komt vanzelf wel. En ik wil deze wand, deze soort van Main Street muren, wil ik terug laten komen in attractie als decoratie. Nou, het oogt allemaal nog een beetje random, denk ik. Maar ik denk als we dit beter gaan aankleden, nog mooier, nog groter en nog speelser, dan wordt dat echt een hele leuke indoor achtbaan. En dit gedeelte wil ik eigenlijk één grote ruimte van maken met een aantal special effecten. Waaronder licht, lampjes flikkeren, maar ook die Main Street die we dan terugzien in de ride. Al met al een leuke aflevering hoop ik. We hebben weer een achtbaan erbij en ook gewoon indoor en gelanceerd. Maar er moet natuurlijk nog een grotere achtbaan komen en die komt er ook aan. En die achtbaan wordt ook hiernaast geplaatst. Dus zowel op de berg heb je een prachtig uitzicht als dat je hier zo aankomt lopen in het spookgedeelte. Dus ja, dit wordt echt heel gaaf. Eindelijk weer leuke, toffe nieuwe attracties, achtbanen die naar het park komen. Vond je dit nou een leuke video? Laat gewoon een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik natuurlijk eventjes op die knop abonneren. En tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Doei doeg!